Joey van den Berg is met NEC afgereisd naar het warme Estepona. Met het trainingscomplex in een dal waait er echter een gure wind over de velden. Nou, lekker warm in Spanje. Ik vind het best meevallen eigenlijk. Nou, ik denk dat het net zo koud is hier als in Nederland. Nee, dus ik keek ook op die weer-app, weet je wel. 15 graden, maar zo voelt het totaal niet. En we zitten hier ook nog in een dal, dus die zon die komt er maar niet meer bovenuit. Maar nee, het is wel even lekker een andere omgeving. Ik bedoel, als je om je heen kijkt, wat bergen en alles, ja, dat heb je toch niet in Nederland, hè? Nee, en als je goed hard traint, dan krijg je het al warm. En met die nieuwe fysiek trainer gaat het wel goed komen, denk ik. Ja, nou ja, ik denk dat we altijd wel op zich al hard getraind hebben. Alleen ja, dit is een bepaalde aanpassing die ons alleen maar beter kan maken. En nou, dat is ook nodig. En daarvoor is die man ook aangenomen, denk ik. Dus nee, dat is allemaal prima. Jij hebt nu volgens mij 3 trainingen met hem gehad. Of in ieder geval 2 dagen nu. Hoe bevalt het met die nieuwe techniek van hem? Nou ja, het is meer specifiek en het is weer het opwarmen van. En het is niet alleen trainen, maar ook de voorbereiding ervan. En daar proberen we ons bewust van te maken. En kijk, de een heeft dat meer nodig dan de ander. Maar het neemt niet weg dat het voor iedereen belangrijk is om goed voorbereid aan een training te beginnen. Want het is toch een belasting die je elke dag hebt, weet je wel. Dus ja, je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En ik denk dat ze dat vooral proberen duidelijk te maken. En ja, dat is in mijn ogen alleen maar goed. Hoe is het met de fitheid van de selectie? Want in het begin van het seizoen waren af en toe, zag je al pijntjes na 70 minuten. Is het wel nodig om zo'n trainer aan te stellen? Kijk, als je achter staat voel je altijd meer pijn dan dat je voor staat. Nou, in de laatste tijd hebben we natuurlijk wat vaker achter gestaan. Dus dan voel je de pijn misschien wat meer en lijkt het zo alsof we na 70 minuten naar de kloten zijn. Maar ik denk niet dat echt het geval is. Alleen ja, dat het nog beter kan. Ja, het kan altijd beter, weet je. En dit gaat ons er alleen maar bij helpen. Dus ja, ik ben er wel content mee. Dan jouw rol in de selectie, natuurlijk gehad als belangrijke jongen voor de rust en de begeleiding. Hoe wil je die rol verder inpakken de tweede seizoen zelf? Nou, een beetje hetzelfde als hoe het gedaan wordt. Alleen ja, ik baal er ook van dat het niet beter is gegaan. En kijk, ik kijk altijd naar mezelf, weet je wel. En daarin vind ik het jammer dat het toch niet de juiste snaren misschien kan raken bij jongens. Of dat ik zelf toch ook nog te veel aanpassingen, problemen heb gehad, weet je wel. Dus ja, daar ben ik wel continu mee bezig. Dus in die optiek wil ik wel graag bepalender zijn in hoe ik dat die tweede helft van het seizoen wil gaan neerzetten, weet je wel. En hoe dat dan gaat uitpakken, dat weet ik niet. Maar ja, ik voel wel echt verantwoordelijk voor hoe het gaat, weet je wel. Dus daarin, in die zin, ja, wil ik wel stappen maken.